hebben vandaag een workshop gegeven waarbij we naar een zelfportret toewerkten. Een eindportret was een soort absurdistische foto, een fotoportret. En we hebben verschillende stappen ondernomen voordat we daar kwamen. Om goed na te denken over wie jij nou bent. Dus we hebben nagedacht over kleur, over karaktereigenschappen, over een bepaalde houding die je aanneemt en hoe je je karakter eigenlijk kan uitvergroten. Ja, wie ben jij dan? Hè? En klopt ook bijvoorbeeld het beeld wat je van jezelf hebt? Klopt het ook? En dat is ook, we doen ook bijvoorbeeld feedbackrondes waarbij je klasgenoten dat gaan aangeven of dat klopt. En we hebben ook een fotostudio gebouwd en dan gaan ze op de foto. En in een fotomoment val je sowieso heel erg terug op een eerlijkheid. Omdat je wordt eigenlijk ook een beetje kwetsbaar als je op de foto gaat. Dus je vervalt automatisch al in een rol die bij jou past. Het is heel leuk om een link te leggen tussen wat Van Gogh deed met het schilderen en hoe hij zichzelf verbeeldde en wat we eigenlijk ook in ons dagelijks leven doen. Door na te denken als jij een selfie maakt, ja, dan denk je ook na over hoe je op de foto gaat, hoe je op de achtergrond staat, wat je gezichtsuitdrukking is. Dat is eigenlijk exact hetzelfde, alleen dan een moderne vorm. Nou, dit balletje met haartjes, dat is lief. En dit boomschusje, dat laat zien dat ik ook nog, hoe zeg je dat, liefde onachter mijn stoerheid heb. Ik ben best wel rustig en ik heb veel fantasie. Vandaar, dit is van dat ik rustig ben, want het is best wel zacht. En ik vind dat een licht bolletje met fantasie te maken heeft. Ik ben avontuurlijk en ik ben glamour. Hier door deze streepjes zie je dat ik een beetje avontuurlijk ben. En glamour door deze dingen en ook een beetje zo shoppen. Kom in het Vincent van Gogh Museum, komt het uiteindelijk te hangen. Hè? Zullen menige kunstenaars jaloers op zijn? Die zullen heel hun leven heel graag in het Van Gogh Museum willen exposeren. Maar deze klassen die gaan al exposeren.